röntgenfoto en CT-scan. Röntgenfoto's ben je vast wel een keer tegengekomen. Kijk, in het elektromagnetisch spectrum zie je hier de röntgenfoto. Dus die wordt gemaakt met behulp van deze straling, de X-rays. Op het eind van deze voorstelling weet je meer. We beginnen met de röntgenfoto. Kijk, hier heeft meneer Röntgen. Meneer Röntgen heeft de röntgenstraling ontdekt. Hij noemde geen röntgenstraling, hij noemde het X-rays. X, omdat hij niet wist wat voor soort straling het was. Het was nog onbekend. Nou, dit is meneer Röntgen en dit is de hand van meneer Röntgen, een röntgenfoto. Hoe kom je nou aan zo'n röntgenfoto? Nou, allereerst heb je natuurlijk röntgenstraling nodig. En röntgenstraling die wordt door een röntgenbuis gemaakt. Ja, daar komt de straling uit. Hoe dat in zijn werk gaat, dat doet op dit moment even niet de zaken. Belangrijk is dat er dus röntgenstraling hier zo op de hand valt en ook op het gebied rond de hand. En dat gebied rond de hand, dat is een fotofilm. Die fotofilm is verpakt in lichtdicht materiaal. Betekent dus dat het niet door gewoon licht bestraald wordt. Maar röntgenstraling, die kan wel door dat folie heen. En dus röntgenstraling kan de fotofilm wel bestralen. Echter, de hand ligt op die fotofilm. En dat betekent dus dat de röntgenstraling niet overal zomaar op die fotofilm kan komen. Alleen daar waar de hand niet is. En natuurlijk, röntgenstraling gaat wel door de huid heen, botten wat minder. En dat betekent dus dat daar waar geen bot is, de fotofilm goed wordt belicht. En daar waar waar wel botten zijn, dat daar de film niet goed wordt belicht. En zo krijg je dus een röntgenfoto. Naast de röntgenfoto hebben we ook nog de computertomografie. Computertomografie is eigenlijk hetzelfde iets als een röntgenfoto, alleen er wordt niet gewerkt met een lichtgevoelige film, maar met een lichtgevoelige chip. En meestal niet één chip, maar heel veel chips. En dan krijgen we een CT-scan, CT-computertomografie. Ja? En er wordt dan gebruik gemaakt van een buis en die draait zo rond het lichaam heen. Dus het lichaam wordt van allerlei kanten bestraald. En die lichtgevoelige chip, en chips eigenlijk dus, die zitten dan aan de andere kant. En die krijgen dus van allerlei richtingen de informatie. En zo krijg je dus een mooi 3D-beeld van de patiënt. Dus een veel beter beeld. Röntgen wordt uitgestraald. Röntgen wordt gedetecteerd. Als er niks tussen zit, dan detecteer je evenveel als er uitgestraald is. En als je er iets tussen zet, dan zul je dus minder detecteren. Als datgene wat er tussen wordt gezet dikker wordt gemaakt, dan zul je natuurlijk minder detecteren. Ja, de hoeveelheid wat je detecteert is een maat van de dikte van het materiaal. Stel je nu voor, je maakt het materiaal dusdanig dik dat je slechts 50% van de röntgenstraling overhoudt. We zeggen dan dat de dikte van het materiaal gelijk is aan de halveringsdikte. Dus halveringsdikte, dat wordt opgeschreven als D met een klein halfje eronder. En dat is per materiaal verschillend. Ja, en daar staat natuurlijk weer een BINAS, BINAS tabel 28F in dit geval. En halveringsdikte, dat is dus de dikte waarbij de intensiteit met de helft afneemt. We gaan het eventjes in detail bekijken. Nou, dus als er niks tussen zit, dan wordt er 100% doorgelaten. Stel je voor, je doet er iets tussen en de dikte is gelijk aan precies 1 halveringsdikte, dan wordt er 50% doorgelaten. Als je die dikte verdubbelt, ja, dus 2 keer de halveringsdikte, dan wordt er dus 25% doorgelaten, de helft van de helft. En nog een keer, ja, dan wordt er weer de helft doorgelaten, dus 12,5%. Ja, iedere keer, ja, krijg je dus dat de helft wordt doorgelaten. Dus stel je voor, ik heb in het begin hier een intensiteit van 200 watt per vierkante meter. Ja, dat is de intensiteit, vermogen per vierkante meter. Ja, dan krijg je dus dat als er niks tussen zit, dat de intensiteit gewoon 200 blijft. Bij 1 keer wordt het 100, bij 2 halveringsdikte 50
en bij 3 halveringsdikte 25. Ja, oftewel, iedere keer wordt hij keer een half gedaan. Per halveringsdikte wordt in die tijd keer een half gedaan. Dus iedere keer een half. En de formule is dit. En het lijkt een beetje een moeilijke formule, maar dat valt op zich best mee. Je moet gewoon doorhebben wat het nou precies betekent. En wat betekent het precies? Wel, belangrijk is dat je de intensiteit in het begin weet. Dat was die 200, I0. Ja, en je wilt de intensiteit op het eind berekenen. En hoe deed je dat? Nou, dat deed je door die 200, die I0, maal een half te doen. Ja, 1 keer een half, 2 keer een half. Ja, en hoe vaak een half is afhankelijk van hoeveel keer de halveringsdikte in de dikte zit. Kijk, en dat staat hier. Ja, D is de dikte van het materiaal in centimeters. Ja, dus niet in meters, maar hier in centimeters. Kom zo meteen op terug. En je moet even weten hoe vaak die dikte de halveringsdikte is. Dus je moet delen door die halveringsdikte. Ja, en die kun je weer halen uit minus 28f. Oftewel, ja, dit is de formule. Dikte in centimeters en minus 28f. Kijk, hier hebben we minus 28f. En dan zie je dus inderdaad dat daar de halveringsdikte ook in centimeters is gegeven. Dus vandaar dat de dikte van het materiaal ook in centimeters moet worden ingevuld. Wel, ook van belang is dat het geldt voor de elektromagnetische straling, niet alleen röntgen, maar ook de gamma-straling is hier van belang. En die gamma-straling, kijk, die staat daar aan de rechterkant. Ja, je hebt daar de X-rays, de röntgenstraling, en de gamma-straling. En je ziet dus dat de gamma-straling iets verder weg ligt, betekent dus dat die een grotere energie heeft, want energie is H keer F. Dus grotere F, grotere energie. En die energie komt ook weer terug in tabel 28F, want de halveringsdikte is niet alleen afhankelijk van het soort materiaal, maar ook van de energie van de straling. Dus je moet goed weten welke energie de straling heeft, want dan kun je de juiste tabel vinden. En energie wordt hier gedaan in mega-elektronvolt. Ja, en dat is mega-elektronvolt, 1 elektronvolt. Die was die 1,6 keer 10 tot de macht min 19. Nou, nu staat er niet elektronvolt, maar mega. Dus 10 tot de macht 6 en nog bij, betekent dus dat 1 mega-elektronvolt 1,6 keer 10 tot de macht min 13 joule is. Je ziet daar ook het materiaal lood. En dat lood, ja, wordt heel vaak gebruikt in bescherming. Hey, bijvoorbeeld hier hebben we een loodschort om. Ja, bij de medische toepassingen heeft het personeel altijd een loodschort om, omdat ze anders te veel last krijgen van de bestraling. Oké, we beginnen weer met de beginintensiteit van 200 watt per vierkante meter. En stel je voor, die heeft een energie van 2 mega-elektrovolt. Ja. Goed, als materiaal gebruiken we aluminium. En je ziet dat aluminium een halveringsdikte heeft van 6 centimeter. Dus om de helft tegen te houden, heb ik een blok nodig van 6 centimeter dikte. Oké, eventjes samengenomen. Ja, intensiteit 200, halveringsdikte 6 centimeter. En we maken een grafiekje waarbij de intensiteit uit wordt gezet tegen de dikte van het materiaal. Dat betekent dus als de dikte 0 is, ja, hier 0, dat dan de intensiteit gewoon 200 is. Want ja, er wordt niks tegenhouden. We gaan nu de dikte naar 6 centimeter doen. Ja, 6 centimeter. En dan wordt dus de halveringsdikte bereikt. En betekent dus dat de helft wordt tegengehouden. Ja, oftewel, ik hou nog maar 100 over. Als ik het blokje nog een keer 6 centimeter dikker maak, 12, dan wordt weer de helft tegengehouden. Dat betekent dus dat ik nog maar 50 overhoud. Weer 6 centimeter aluminium bij, ben ik weer de helft kwijtgeraakt. Weer 6 centimeter, weer de helft kwijt. Weer 6 centimeter, weer de helft kwijt. Ja, dus iedere keer wordt de helft genomen. En je ziet dus dat je een mooie
krom erdoor hebt. En die gaat wel naar 0 toe, maar in theorie zal je dus nooit de 0 raken, want iedere keer de helft, de helft, de helft, ja, dan zul je dus eigenlijk nooit naar de 0 komen. Met deze grafiek, wat een doorlatingskromme wordt genoemd, kun je dus op willekeurige diktes aflezen van, hey, wat zou de intensiteit worden? Ja, dus heb je een dikte van 8 centimeter, dan is mijn intensiteit 80. Ja, dan kun je dus hier mooi uit aflezen. Zo. Jawel. Goed zo. Tot ziens.